Het is vandaag 12 mei, dag van de zorg. Ik sta hier voor de Veldheem in Wezep, bij heel veel mensen bekend als het zorgcentrum. Het is nu helemaal veranderd in een nieuw Veldheem. Naast mij staan drie medewerkers. Ik ben Liesbeth de Oude, ik ben teamleider van Wezep van de locaties Weidebeek, Turfhorst en het nieuwe Veldheem. Ja. Ik ben Frank Verhoene, ik werk bij Delta Wonen als opzichter en ik heb hier toezicht gehouden tijdens de werkzaamheden. En ik ben Jacqueline van Dinten en ik ben marketeer bij Viatens. Ja, nou is het hier nog allemaal, hè? We zien nog hekwerk staan. Het is nog niet af, maar wel bijna af. En nou wil ik heel graag weten van wat er binnen allemaal gebeurt. Kunnen jullie dat met z'n drieën een beetje wegwijs maken? De ene kant van het gebouw is Kariander en de andere kant van het gebouw is Viatens. En over de bouw kan Frank eigenlijk het meeste vertellen. Ja, en Kariander en Viatens, wat houdt dat precies in? Kariander is een instelling voor mensen met verstandelijke beperking. En Viatens is ouderenzorg. Eigenlijk alles wat met ouderenzorg te maken heeft. Ja, Frank, kun jij hier nog wat over vertellen of zeg je, gaan we mee naar binnen? We kunnen even binnen kijken, maar de werkzaamheden zijn bijna klaar. Nog een aantal weken en dan kan het opgeleverd worden. We zijn nu aan het inregelen met installaties en dergelijke. En de laatste puntjes op de i. Jacqueline, weet jij nog wat of zeg je ook beter naar binnen? Nou, we zijn een paar weken geleden met een aantal cliënten hier geweest. En de reacties waren echt heel erg leuk om te horen. Men was blij verrast van de omvang van de appartementen, de oppervlakte van de appartementen. En vond het vooral heel erg licht en ruim. Heel belangrijk. Ja. Zullen we dan gaan kijken? Ja, laten we dat doen. Je hebt het over de ontmoetingsruimte. Nou ben ik dus helemaal leek. Is dit voor alle inwoners de ontmoetingsruimte of alleen? Nee, deze ontmoetingsruimte is en voor de cliënten van Kariander en voor de cliënten van Viatens. Dit is een ruimte waar de mensen kunnen verblijven, een kopje koffie drinken of wat gezamenlijk doen. Wij zijn ook bezig om wat activiteiten gezamenlijk af te gaan spreken met Kariander. Misschien is een maaltijd of een koor of wat je maar als activiteit zou willen zien. Ja, dus hoe lang duurt het ongeveer voordat dit klaar is? Nou, dat is een week of drie, vier denk ik dat het gereden is. Ja, wat moet hier nog gaan gebeuren? Nou, hier wat schilderwerk en dan moet de inrichting moet nog gedaan worden. Maar dat doet Viatens zelf. Dat doet Viatens zelf, dat moet weer bij jullie zijn. Ja. Maar ik wil veel meer zien als deze ruimte, dus wij nemen jullie me nu mee naartoe. Ik denk dat we met het Viatens gedeelte kunnen gaan beginnen. Achter de glazen wand bevat zich de trap en de lift. Naar de bovenste etages. Is daar bewust voor gekozen voor zo'n wand qua verlichting, Frank? Of? Ja, dat is iets van de architect. Die heeft dat bedacht. Die vond dat mooi. Dit is het trappenhuis en de liftopgang. En die gaat naar de eerste en de tweede verdieping. Ja, dan gaan we straks ook uiteraard nog even kijken. Ja, waar lopen we nu naartoe? We lopen nu naar een groep voor mensen met de somatische mensen die ziek zijn en die zorg nodig hebben. Nog even leuk om te benoemen. Viatens heeft ook thuiszorg en heeft daarvoor in Turfhorst ook een kantoor. Ja. Waar ze mensen kunnen ontmoeten of afspraken kunnen maken. Maar waar vanuit ze ook zorg gaan verlenen over heel Wezep. Dit is een groep waar we 8 appartementen hebben. 1 grote groepswoonkamer, een badkamer. Alles wat daar bij kleinschalig wonen hoort. Een keuken. We zijn nu in een appartement. Dit appartement is voor 1 cliënt, dus enorm ruim. Maar zodat u ook kunt zien dat we eigenlijk alle zorg ook goed kunnen verlenen. Er kan een bed vrijstaan. We hebben hier van allerlei domotica. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld alarmering aan kunt zetten of zuurstof aan kunt zetten. Maar dan ook het kunt bewaken en kunt bekijken wat er gebeurt. Dat bespreken we natuurlijk altijd met de cliënt. Dat gaan we niet vanzelf doen, maar bespreken met de cliënt wat wij in kunnen zetten en wat we ook in mogen zetten. En dat is van groot belang. Het appartement heeft een eigen badkamer die erg ruim is. En zoals u ziet achter het toilet zitten andere kleur tegels, zodat het ook duidelijk herkenbaar is voor de cliënt. De wastafels zijn onbereikbaar door een rolstoel. Dus wij hopen van alle gemakken voorzien te zijn. Kan iemand zich die hier komt volledig redden of is daar hulp bij nodig? Nee. Onze cliënten zijn afhankelijk van zorg. En de meeste cliënten hebben een ZZP, dat is een zorgzwaartepakket, vanaf 5. Dus een vrij hoog zorgzwaartepakket. Dus wij bieden gewoon alle zorg die nodig is. Maar wel in overleg met de cliënt. En de regie ligt altijd bij de cliënt. Dus dat wil zeggen, als iemand dingen wel zelf wil proberen en ook kan, zullen wij dat alleen maar ondersteunen.
zorgzwaartepakket. Ja. Dat is een indicatie die afgegeven wordt door het CIS. En dat is over het algemeen zware zorg, want de lichte zorg, de ZZP 1, 2 en 3, wordt niet meer opgenomen en blijft zo lang mogelijk thuis wonen. Hoeveel van deze kamers zijn er? Op deze groep zijn er 8 appartementen en boven zijn er 4 groepen van 6 appartementen. Dus gezamenlijk 32 appartementen voor zware zorg. We staan hier in de groepswoonkamer. Dus hier is het gebeuren voor overdag. Hier wordt gekookt, hier worden activiteiten gedaan. Als mensen met een bed naar de huiskamer moeten, kan dat ook, omdat deze ruimtes groot zijn. De deuren zijn goed doorgankelijk. De hallen zijn breed genoeg om de bedden vanuit de kamers naar de groepswoonkamer te brengen. Mooi. Ja, we hebben hier heel erg mooi uitzicht. Mooi terras. Waar keurig de tuin is aangelegd. Het ziet er heel erg mooi uit. Op kleinschalig wonen is het van belang dat wij naar de cliënt gericht koken. Dus wij staan niet met de rug naar de cliënt toe. En de ronding is uitspraak gemaakt dat je eventueel, als iemand toch aardappels wil schillen in de rolstoel, kan dat ook. Nou, vrijwilligers hebben we nu 90 voor alle locaties, maar we zijn echt naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus mensen? Ja. Ik heb dus een rondje gehad door het nieuwe Veldheem. Ik zeg nieuwe Veldheem, klopt dat of is het gewoon Veldheem? Ik denk dat het straks gewoon Veldheem gaat heten, maar wij vinden het nu nog nieuwe Veldheem. Ja, het ruikt er nog heel nieuw, hè? Ja. Ja. En wanneer is het ongeveer, wanneer kan ik hier weer komen dat alles kant-en-klaar is? Nou, we verwachten dat we zo rond september de cliënten kunnen gaan verhuizen. En dan is het wel heel leuk om vlak daarna eens even te komen kijken, want dan is het ook ingericht. Dan staan er meubeltjes, dan zijn er mensen. Dus dan is het wel heel leuk om nog eens even terug te komen. Ja, ik kom zeker terug. Frank, heb jij daar ook een rol bij? Of? Nou, wij gaan in juni gaan we opleveren vanaf de aannemer, zeg maar. Ja. En dan is het dan via Tens om de boel verder in te richten. Ja. Dan komen we gewoon met z'n allen nog weer hier terug. Ik bedank jullie voor de rondleiding. Ik vond het heel interessant. Maar ik wil graag straks terugkomen om het helemaal af te zien. Ja? Nou, ja, succes met z'n allen. En bedankt.